Riet wil ik even nog extra aan de aandacht brengen, want zij heeft samen, ja, je staat er heel bescheiden, maar zij heeft samen met Nienke Meering de tentoonstelling samengesteld. Nienke is onze erfgoedstaffer. We hebben de twee, Nienke en Jet. Jet is de educatie en Nienke de collectiebeheerder. Maar ze zei tegen mij, en daar hou ik heel erg van, ik wil nog wat meer uitdaging. Ik zeg, nou prima, heel erg leuk. We hebben een nieuwe tentoonstelling in zicht. Dus, en daar is ze mee aan de slag gegaan met Riet de kunstenaar. En daar is dit moois uit voortgekomen. Dus heel hartelijk dank jullie beiden daarvoor. Samen natuurlijk met al die vrijwilligers die wij hier hebben. En waar we niet zonder zouden kunnen. Ja, even een applaus. Het is een buitengewone eer. En ik meen ik echt een voorrecht om hier te zijn. Voor een tentoonstelling die niet alleen de schoonheid van onze stad viert. Maar ook de diepere lagen, dat wel even kort aan gerefereerd. Van haar verleden, heden en toekomst blootlegt. Dus dank aan de heer Blok en mevrouw Ivo voor de uitnodiging. Om, nou, in ieder geval voor mij, maar ook aan anderen om dit zo te mogen doen. Zicht op Almelo, beste mensen, is meer dan een verzameling kunstwerken. Het is een reis door de tijd. Een dialoog tussen generaties kunstenaars. Denk je aan Almelo, dan denk je ook al snel aan Huize Almelo. Een van de bekendste monumenten in de stad. En vaak onderwerp van historische schilderijen en tekeningen. En natuurlijk ligt in deze werken vaak de nadruk op het kasteel zelf. Maar toch geven ze ook een indruk van de omgeving waarin Almelo zich ontwikkelde. En die stadsontwikkeling is ook terug te zien in de werken waarin fabrieken, kanalen, arbeiderswijken prominent in beeld zijn. En als representanten van de meer industriële kant van Almelo die zich vanaf de 19e eeuw sterk ontwikkelde. En daarmee, beste mensen, rond ik af. Ik hoop ook dat we op onze beurt verrast zullen worden door nieuwe beelden voor de stad. Een geweldig initiatief van het museum om inwoners uit te nodigen hun blik op de stad op creatieve wijze te delen. Vastgelegd op houten paneeltjes die samen een nieuw, verrassend en ongetwijfeld kleurrijk venster op Almelo zullen vormen. En in die zin, met deze woorden verklaar ik de expositie nog graag voor geopend. Dank u wel. Jullie worden ook allemaal uitgenodigd, want we gaan nog heel veel, ook scholen en andere, en echt zoals gezegd, inwoners in Almelo uitnodigen, ook jullie. Er liggen plantjes voor, want we houden ons alleen, het enige wat we willen is dat jullie je houden aan de maat. Want het wordt uiteindelijk een gezamtkunstwerk, laten we het zo zeggen. Met allemaal plantjes, allemaal mooie visies. En die gaan we dan ook aanbieden aan jullie. Ik moet stiekem zeggen, ik heb zelfs al een plekje bedacht in het stadhuis. Ja, ja, ja. Dus, dus we gaan de eerste plantje aan u aanbieden. En we hebben daar nog bij een... iets lekkers om voor de vrijdagmiddag, nou, en ook om de, even de creativiteit te stimuleren en misschien onderaan. Tot iets moois. Dus iedereen mag straks, tenminste diegene die het leuk vinden, natuurlijk een plantje meenemen. En graag voor eind van de expositie retour in het museum. Want ik zeg het zo niet. Zojuist is de expositie Zicht op Almelo geopend. En u mocht die opening verrichten. Hoe was dat om te doen? Nou, dat is natuurlijk fantastisch om te doen, omdat je hier niet alleen staat met enthousiaste museumbezoekers, maar met donateurs, bestuur, betrokkenen, eigenlijk iedereen die het museum een warm hart toedraagt, maar ook de stad een warm hart toedraagt. Ja, die zijn hier vandaag, dus dan is het extra leuk om hier te zijn. Ja, en die expositie, spreekt u zelf ook aan? Omdat het aardige om te zien is dat alle tijdvakken zitten erin. En dat kan van heel klassiek tot wat modernere kunsten zijn. En daar ben ik dan wel heel trots op dat er voor een combinatie is gekozen waar voor ieder wat wils wat te vinden is. Waren er wel herkenningspunten voor u? Ja, absoluut. Ik zie natuurlijk gebouwen. Daar ben ik langs gefietst of langs gelopen. En dat is extra fijn om dan ook gewoon terug te herkennen. En ja, dat helpt mij ook in het vinden van mijn plekje in de stad. Want ik zit hier nog maar kort. Juist. En dat het museum gaat verhuizen naar de binnenstad. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, de directeur zei daar zelf al iets over dat het natuurlijk kansen geeft in het meer kunnen en beter kunnen exposeren. Dat is vanuit het museum natuurlijk helemaal zo. Maar voor de stad vind ik het belangrijk dat het een nog mooiere plek is, ook verbonden met de historie van de stad en de ontwikkeling van de stad, waarin ook mensen van buiten Almelo daarvan kunnen genieten. Dus dat, daarom vind ik het extra belangrijk. Nienke Meijering, jij hebt de voorbereidingen voor deze expositie zo'n beetje ter hand genomen. Ja, hoe was dat om te doen? Klopt. Ik heb gelukkig veel hulp gehad van alle vrijwilligers hier. Maar een tijdje terug noemde onze directrice Sigrid dat er een nieuwe expositie moest komen. En ik gaf eigenlijk aan dat ik daar heel graag bij wilde helpen. Zodoende is dat gaan rollen. Ik ben hier bij het museum aan het werk gegaan als erfgoedstarter door subsidie van het Mondriaan Fonds. Dus het was allemaal nog een beetje nieuw voor mij, maar doordat ik dus de collectie al van het museum al aardig goed kende, kon ik ook deze expositie samenstellen. Want je hebt er ook kunstenaars bij gevraagd, hè? Het is niet alleen kunst van het verleden, zeg maar, dat vroeger gemaakt is, maar ook iets van nu. Ja, klopt. We hebben hedendaagse kunstenaars en onze eigen collectie eigenlijk samengebracht. Daar heb ik al heel veel hulp gehad van Sigrid en van Riet Telgehof. Die hebben eigenlijk contact met de hedendaagse kunstenaars gelegd. Zo hebben we dat samengebracht, inderdaad, om een mooie visie over Almelo te creëren. Ja, ja, want het is nu eigenlijk een mengeling van kunst uit het verleden en kunst naar het heden. Hebben jullie dat heel expliciet opgezet? Ja, we wouden graag een heel breed beeld geven van hoe Almelo er vroeger bij was en de veranderingen die de stad heeft doorgegaan. Dat is ook de reden waarom we meer hedendaagse kunstenaars hebben gevraagd om ook een wat modernere blik te geven op de stad. En ben je stiekem een beetje trots op de expositie? Ja, ik ben heel blij dat het allemaal staat. Ja, ik ben heel blij mee.